Hi guys, Inge hier. Dit is een videotutorial om jullie te laten zien hoe je je Nerf Gun mooi kan maken. Ik laat vier dingen zien: roesteffecten, het gebruikt laten uitzien, details aanbrengen met een stencil en accenten aanbrengen. Dit is de gun zoals hij eruit ziet als je hem gewoon geprimed hebt en een basislaag van metaalkleurige verf aangebracht hebt. Je begint met gewoon een basislaag verf in het kleurenschema wat jij leuk vindt. Dit hoeft niet heel precies gedaan te worden, omdat alle randjes straks toch verdoezeld worden door de effecten die we erin gaan doen. Dus breng gewoon grote kleurblokken aan met verf. Alles is gedaan met acrylverf overigens. Als je nou wil dat het er een beetje realistisch uitziet, grote vlakken, moet je de verf een beetje opbreken. Als de basislaag erop zit, gaan we er spruwfilm overheen doen. Dat is een dun laagje van een soort vernis, wat ervoor zorgt dat als je straks de effecten gaat aanbrengen, dat je de onderlaag van verf er niet gewoon weer vanaf spuit. De bus moet je heel erg goed schudden van tevoren en een heel dun laagje aanbrengen. Dit is het spul. Spruwfilm zijdeglans. Dit zijn de kleuren die ik gebruik voor het roesteffect. Twee kleuren oranje, donkerbruin en een koperkleur. De roesteffecten breng je aan door met een klein kwastje op de plekken waarvan jij denkt dat de roest op de gun aanwezig is, om het aan te brengen en dat dan eigenlijk met een sponsje er weer vanaf te deppen. Het moet een beetje ruw sponsje zijn, zodat je de structuur van het sponsje terugziet in het roesteffect. Op mijn palet zie je de kleuren oranje liggen. Je moet dus een aantal verschillende kleuren oranje hebben. Slecht om elkaar heen gemengd, dat als je verf pakt, dat je uit de verschillende kleuren oranje pakt. Want dan krijg je een beetje verschillende tinten oranje in je roest en dan lijkt het realistischer. Als je klaar bent, ook weer een klein laagje spruwfilm hier overheen. Omdat we dadelijk met de gebruikte de weathering effecten gaan beginnen. Dit is wat ik gebruik voor de weathering effects. Vallejo verf, zwart en vies bruin en soms hebben ze oranjes. Dit is heel simpel, ook hier zorg dat je een beetje vochtig doekje bij de hand hebt. Ga met een klein kwastje over al die onderdelen van je gun waar kleine randjes zitten of kleine uitsparingjes. Smeer daar gewoon de kleuren overheen en daarna met het bijna natte doekje of met het vochtige doekje. Ga je er nog een keer overheen en veeg je bijna alle verf weer weg. Omdat het doekje dus niet in de hoekjes en de gaatjes kan komen, zul je zien dat daar het zwart en het bruin in achterblijft, wat er net uitziet alsof je daar smeerolie of andere vuiligheid hebt laten zitten toen je je gun aan het poetsen was. Daarna is het tijd om de details in te schilderen. Dit stukje video is niet helemaal scherp, maar ik heb het er toch maar in gedaan. Wat je hier goed kunt zien, is dat als je de verf, de rode acrylverf, er zo opsmeert, dat die eigenlijk een beetje onrealistisch is, dat die er een beetje namaak uitziet. Ook hier pak je dus na afloop gewoon een doekje, druk dat er heel even op, zodat het een klein beetje van de verf ophoudt, en dan heb je een veel realistischer effect over. Hele precieze details maak je met een vinylstencil. Als je nou hele strakke details wil maken, dan gebruik je een vinylsticker. Als de vinylplotter je sticker heeft uitgesneden, dan moet je met een speldje alle onderdelen weghalen van de sticker, waarvan je straks wil dat er verf terecht komt op je gun. Als het ware maak je hiermee het masker wat jou gaat helpen om de details strak te schilderen. Als je het over wil brengen op je gun, doe je er schilderstape overheen, haal dan het papieren achterkantje eraf. Dit is om te zorgen dat alle onderdeeltjes ook nog op de goede plek terechtkomen. Plak het op je gun en zorg er dan voor dat het echt goed aansluit. Dus dit moet je echt even goed aanduwen, die sticker. Als er namelijk de randjes niet goed aansluiten, komt daar verf onder. En dan krijg je van die uitgelopen vormpjes. En dit was nou net bedoeld om de vormpjes heel strak erop te krijgen. Daarna pak je je accentverf weer. Hier moet je wel zorgen dat je verf een kleur hebt met een goede contrast. En eroverheen schilderen. Niet te veel strijken, want dan komt er ook weer verf onder. Maar gewoon een beetje ruwweg erop deppen. En hetzelfde als bij dat andere effect net. Niet zorgen dat het één lage verflaag is.
maar heel even je verflaag opbreken, zodat je de ondergrond er een beetje doorheen ziet, alsof het al wat langer geleden aangebrachte verfaccenten zijn. Nou, dit is altijd een leuk stukje, de sticker er vanaf halen, dat je in één keer het effect te zien krijgt van wat je net gedaan hebt. En allerlaatste, daar heb ik geen goede detailopname van, dus je kunt het niet zo heel goed zien, maar het principe zal iedereen die mini schildert bekend voorkomen. Je pakt een zilveren kleur of een wittige zilveren kleur, eentje die goed afsteekt, zorgt dat je kwast bijna droog is en gaat dan alleen langs die randjes waarvan je denkt dat er slijtage opgetreden zou kunnen zijn. Het zijn vooral de randjes aan de bovenkant, de randen waar je vingers langskomen. En dit is dan het eindresultaat. Het is het handigst als je hier nog een laag van die spruwfilm overheen gooit, zodat die wat beter tegen slijtage kan. Dan hoef je niet bezwaar te voelen om hem gewoon te gaan gebruiken. Dat was mijn eerste videotutorial. Veel plezier met zelf ook uitproberen.